Het jaar 2021 is bijna om en wij blikken op de één na laatste dag van het jaar. Daarover terug met de directeur van Lucky Store NV, Konrad Issa. Vanaf het begin van de pandemie moesten de warenhuizen als eerste de deuren sluiten. En dat was een heel moeilijke periode in 2020. Aan het begin van 2021 leek het erop alsof er licht in de tunnel kwam, meent Issa. Maar het haast afgelopen jaar was financieel een van onze slechtste jaren ooit sinds ons bestaan. De koopkracht is enorm gedaald. En het is allemaal te zien. Het is schrijnend geweest. Dus de mensen hadden geld, hopelijk zelfs misschien geld om aan de eerste levensbehoeftes. Dat is gewoon eten, zorgen ervoor dat je wat op tafel hebt. Als we kijken hier om ons heen naar Dojo Couture, natuurlijk op dat moment zal je niet denken om een mooie tas te kopen, want het salaris laat er gewoon niet toe. Dus met voorbeelden aanduiden, het is juist onze branche die een zware klap heeft gehad met onze koopkracht. Het is enorm gedaald. Issa geeft verder aan dat ondanks het zo moeilijk was, hij dankbaar is dat Lucky Store door de situatie niemand hoefde te ontslaan. Alle bedrijven hadden zwaar te lijden onder de koopkrachtdaling vanuit de samenleving. Het moeilijkste was dat we dus op een gegeven moment zelfs met ons werkkapitaal erg zuinig en voorzichtig moesten zijn om onze dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse verplichtingen te voldoen. Het ziet er buiten allemaal mooi en uit, maar het was een bijzonder, bijzonder moeilijk jaar voor de directie, maar met name ook voor de mensen die voor ons werken. We zijn ze eeuwig dankbaar. Iedereen heeft wat offers moeten brengen en we hebben het zo goed als mogelijk opgevangen. En that's it. Dat is klaar. Geen negativiteit meer. Dat was het. Het was een slecht jaar. We moeten het onderkennen, maar de toekomst ziet er heel goed uit. Ondanks het een moeilijk jaar is geweest, probeert Lucky Store haar topklanten toch nog in de bloemen te zetten middels een loterij.